een badkuipje met daarin een paar badproducten. Zoals deze bijvoorbeeld. Zo'n mooie glitter badolie. Dat vind ik echt super mooi. Alleen we hebben geen bad. Dus die bewaar ik maar voor een weekendje weg. Deze. Oh. En dan hier nog mijn Primark Beauty reinigingsdoekjes. Deze gebruik ik dagelijks. Dus ja, de eerste verpakking is bijna op. Dan hier mijn The Body Shop massage ding. Die ik een tijdje geleden best wel vaak gebruikte, maar niet meer. En een paar mini details van Knijp. En dat is dan het kastje. Nou, aan deze kant staan allemaal dingen van mijn vriend. Dus een scheerapparaat, een parfum en dat soort dingen. En dit zijn mijn dagelijkse verzorgingsproducten. En hier staat bijvoorbeeld mijn Kiehl's matterende crème. En daarachter nog een tea tree scrub van een Body Shop. En daarachter staan ook nog een paar maskertjes. En Vichy's leggen oplossing. Nieuws reinigingsgel. Die ruikt naar honing. Echt super lekker. En dan de Body Shop eye makeup remover. En een nieuwe toning van Le Petit. Op het tweede plankje staan allemaal kleinere potjes en dingetjes. Omdat de ruimte is ook een stuk kleiner. Hier staat de gezichtscreme van mijn vriend van Kiehl's. En de rest is, ja, het zijn allemaal mijn spulletjes. Dus de diademine crème, die vind ik niet zo heel fijn. Een proefje van een crème van Rem. Beleden nachtcreme, die ik bijna dagelijks gebruik. Vitamine E olie en bijenolie. En dan wil ik nog even laten zien wat er allemaal achter staat. Want hier is ook bijvoorbeeld mijn zelfbruiner. Over deze zelfbruiner heb ik al een keer een review over geschreven. En hij is echt zo fijn. En ja, je doet er echt super lang mee. Want moet je kijken, er is nog best veel over. En ja, goed, het is best wel een bijzonder product ook. En je ziet gewoon een structuur dat het geen reguliere zelfbruiner is. Maar ik ben er nog steeds gek op. Deze, en er zitten nog een nachtcreme van Dick Lior, een paar lipproducten van Kiko, Little Blue Tint en een Bioderma. En daarachter nog de Lavera gezichtstonic. Nou, dat soort dingetjes. Dan, op het bovenste plankje, nou het bovenste plankje was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld alleen maar voor haarproducten, want dit zijn echt alleen maar haarproducten. Alleen op een gegeven moment kwam ik ruimte tekort, dus vandaar dat ik ook een paar gezichtsproducten op staan. Het zijn echt vooral producten die ik gebruik voor mijn onzuivere huid, bijvoorbeeld de La Roche-Posay, de Everclair crème en de Differin gel. Maar er zal nog een apart artikel over komen. Dan staan er een paar Cera van Dick Lior en nummer 7. En mijn Bioderma crème, gezichtscrème voor gevoelige huid. En nog twee oogcremes van Dr. Organic. Nou, en voor de rest zijn dus alleen maar verzorgingsproducten. Maar nogmaals, weet je, ik heb ook niet heel veel verzorgingsproducten, vind ik. Want het zijn in principe vooral Cera, bijvoorbeeld van Pack. En ik heb er nog eentje van Sexy Hair en van John Frieda. En ik heb hier nog een glansspray van Sexy Hair. Sexy Hair vind ik echt een topmerk qua haarverzorging. En dan nog een mousse van Nivea en een mousse van Keune. En nog een klein haarlakje van Hema. Nou, dus dat valt op zich nog wel mee. Oh ja, daarachter staat nog de ontklit spray van Schwarzkopf. Daar heb ik ook laatst over geschreven, of misschien al een tijdje geleden. Nou, en dat was het eigenlijk. Nou, het valt op zich wel mee, tenminste dat vind ik zelf. Maar nou, als jullie het veel vinden, of als jullie denken van waar heb je het dan nou weer voor nodig, dan laat het me weten, dan leg ik het graag uit. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik spreek jullie de volgende keer weer. Doei!